En goedemorgen allemaal. Um, welkom op dit webinar. Een ijzersterk salesproces. Ondanks of dankzij corona. Uh, mijn naam is Kees de Jong. en Jullie kennen mij natuurlijk uh, nou, allereerst als ondernemer. En natuurlijk als mede-initiatiefnemer van, uh, van NL Groeit. Uh, en ik ben vandaag jullie ochtendvoorzitter eigenlijk. Um, want deze ochtend gaan we het hebben met vijf fantastische uh, experts. Over hoe bouw je nou een beter, slimmer, uh, moderner salesproces? Um, en dat is um, niet voor niks. Er zijn 280 mensen die hebben, die hebben zich aangemeld. We hebben 400 mensen, waarvan wij denken dat ze deze ochtend uh, kijken. Dus um, uh, sales en, en en de vraag naar een beter salesproces is hot. Dat horen wij ook van, uh, van alle gesprekken die wij hebben als Enel Groeit met ondernemers zoals jullie. Waarin steeds terugkomt dat, uh, dat, dat sales en het creëren van een schaalbaar salesproces een van de belangrijkste uitdagingen is die de ondernemers steeds tegenkomen. Nou, dat, is een, uh, um, dat is, uh, klopt, want het, het hebben van een goed salesproces en een schaalbaar salesproces en een voorspelbaar salesproces is natuurlijk de aller, allerbelangrijkste voorwaarde. Uh, voor het laten groeien van het bedrijf. Voor het laten, gezond laten groeien van je bedrijf. Dus daarom denk ik dat deze ochtend een van de best besteden ochtenden wordt uh, van, uh, van dit kwartaal uh, voor de meesten van jullie. Iets over de achtergrond van dit, uh, van dit webinar. Um, jullie kennen natuurlijk Enogroeit. Groeit. NL groeit is natuurlijk uh, bekend om het groeivermogen van Nederlandse ondernemers te vergroten, door ondernemers ook te helpen met hun groei. En dat doen we natuurlijk met onze groeiambassadeurs. Jullie kennen ze allemaal. Uh, Pieter zwart, Jitse Groen, Michiel Muller, Hugo de Koning. Noem ze maar op. Dat doen we ook met onze 500 mentoren, die zich allemaal belangeloos inzetten om jullie te helpen met jullie verdere stappen van groei en alle problemen waar jullie mee worstelen. Onze events, de, onze educatie, we hebben het groeicollege, we hebben eigenlijk allerlei soorten uh, zaken die wij hebben om jullie um, uh, te helpen met die groei. En dat doen we samen met onze partners. En we hebben een heel netwerk van, uh, van partners. En vandaag hebben we vijf specifieke partners die belangrijk zijn. Ik noem ze even. Uh, jullie kunnen even dan achter je computer applaudisseren, want zij werken ook belangeloos mee om deze content te leveren. Uh, om jullie alleen maar beter te maken in het salesproces. We hebben natuurlijk Sales Drive, die is van onze, onze keynote uh, André Hagelen. Afdeling Online, de commerciële uh, revolutie, Growth Tribe. En we hebben Scaleup Company. En dat is grappig, want toevallig zijn we vandaag in een uh, kantoor dat heet Wicked Grounds. We hebben daar wat mooie uh, plaatjes van. Daar zijn we vandaag. En ook die foto's achter mij die laten dat zien. Um, en zowel de Wicked Grounds, dat is, nou ja, je kan die ruimtes uh, huren, boeken, uh, uh, werken, workspaces, uh, je event organiseren, noem maar op. Maar ook Scaleup Company heeft hier haar kantoor. Dus in ieder geval fantastisch uh, dat we hier mogen zijn en daar zijn we erg blij mee. Oké, okay. waar gaat het over vandaag? Het gaat over sales, het salesproces en vooral een ijzerzerk salesproces. Um, en daarvoor hebben we een fantastisch programma uh, gemaakt vandaag. Een van de dingen die jullie allemaal als ondernemer hebben meegemaakt: dat in de beginfase van je organisatie ben jij als ondernemer um, de kracht achter het salesproces. Niet alleen sales, maar ook de marketing. Dus je hebt al die taken. Uh, die je zelf uitvoert en zelf verantwoordelijk voor bent. En iedereen heeft meegemaakt hoe moeilijk het is om, om die primaire functie te, te overdoen zeg maar, aan anderen, aan, aan mensen die dat ook gaan doen. Want die doen het nooit zo goed als jij. En vervolgens is het wel het van levensbelang dat dat goed loopt. Dus we, we, we weten hoe lastig dat is en we weten hoe moeilijk dat is om dat proces te organiseren. En daar komt tegenwoordig nog bij dat sales niet meer is zoals het was. Want natuurlijk door uh, uh, internet de afgelopen twintig jaar is het salesproces eigenlijk een beetje veranderd. Want de klanten zijn veel beter op de hoogte van wat er allemaal is. Er is veel meer competitie, dat is veel zichtbaarder. Um, en daarnaast lijkt het wel alsof je uh, een soort uh, specialist moet zijn op, op online marketing, op, 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 op hubspot, op, op alles wat... En dat zijn natuurlijk competenties die jij, hebt als, die jij als bedrijf natuurlijk niet direct hebt ontwikkeld. Maar als je die niet ontwikkelt, dan uiteindelijk ga je het in deze tijd verliezen. En daarom is het zo belangrijk dat, dat we daar aandacht aan besteden. En dat we vandaag inderdaad met, met vijf mensen, vijf specialisten. Uh, daar uh, de diepte in duiken. Nou ja, diepte. We hebben sessies van 20 minuten. Uh, maar toch genoeg hopelijk voor jou om jou te inspireren. En een beetje educatie te geven. wat je dan wel of wat je dan niet uh, het beste kan doen. We hebben vandaag. Vijf sprekers, zei ik, maar daarvan gaan jullie de drie zien. We gaan straks beginnen met onze keynote, die introduceer ik uh, straks, de plenaire sessie. En daarna mogen jullie allemaal twee keer achter elkaar uh, een, een breakout room kiezen. Nou, er zitten vier breakout rooms, die ga ik straks na de uh, hoofdspreker ga ik die, uh, aan jullie voorstellen. Dan kunnen jullie kiezen wat het beste past en dat mag je dan twee keer doen. Eerst nu naar de keynote. En de, de keynote, dat is uh, André Hagelen. Eigenlijk uh, de, de meest gevraagde sales uh, spreker over sales uh, in Nederland. Ik ken hem al 15 jaar en hij helpt bedrijven met het verbeteren van het salesproces. Sterker nog, hij heeft een soort uh, basisprincipes van het fors laten groeien uh, van je sales. Nou, ik heb hem al een aantal keren uh, uh, gezien en iedere keer leer ik uh, uh, weer iets erbij. Deze 20 minuten zijn voor André en ik zou zeggen, André, stap erin ja. en uh, maak ze gek. Leuk, Kees. <laughs> dankjewel. Ja, een, een mooie introductie kan ik niet geven, dus dankjewel. Het is allemaal een plezier om naar <laughs> ja. te luisteren. Beste mensen, om te beginnen dank dat jullie uh, zoveel tijd vrijgemaakt hebben deze ochtend om inspiratie op te doen. Nieuws, kan je me even kleiner maken, dan, ga ik, uh, dan kan ik mensen laten zien wat er allemaal in het beeld staat. Uh, ik ga het met jullie hebben in de komende 20 minuten over de kracht van het sales playbook. En wat is dat nou, dat sales playbook? daar kom je straks achter. Daar laat ik iets van zien. Het doel daarvan is in ieder geval om sales eenvoudiger, leuker en veel succesvoller te maken op een relatief eenvoudige manier. En het is echt een bewezen methode waarmee je uh, je sales krachtiger kan maken. Betekent dat dan dat ik jullie even ga vertellen hoe sales werkt? Nee, absoluut niet. Want laten we wel zijn: jullie zijn allemaal professionals, jullie zijn ondernemers, je bent gestart met je bedrijf, jullie weten veel beter hoe je doelgroep reageert, uh, wie je concurrent zijn wat de beste argumenten zijn om, om je dienst aan te kunnen bieden. Maar wat ik wel wil doen is, ik wil je met kleine veranderingen een enorme impact laten maken. En dat belooft nogal wat. Dat doe ik namelijk met de zeven drivers van sales. En dat zijn zeven fundamentele principes in sales die aan de ene kant open deuren zijn, aan de andere kant zijn die open deuren vaak nog zo onbetreden. Dus in deze sessie ga ik maar één driver met je doorspreken. 20 minuten is kort natuurlijk. Maar eh, probeer open te staan voor de informatie en met een ander oor te luisteren. Niet met het oor van, weet ik dit al? Zo ja, oké, okay, genoeg. Maar luister met het oor van, oké, okay, doen we dit? Kan ik het meer doen? En zou ik daar vanmiddag al mee kunnen starten? Want eh, direct toepasbaar is iets wat mij erg aanspreekt. Oké, okay. even om te beginnen, wat versta ik onder sales? Ik ben al dertig jaar ondernemer, ik heb vijf bedrijven opgericht. Het grootste bedrijf is echt naar 150 man doorgegroeid, dus ik ben daar trots op. En toch heb ik in die afgelopen dertig jaar altijd geworsteld met het woord sales. En waarom? Bij mij roept sales de associatie op van iemand iets door de strot duwen waar hij eigenlijk geen behoefte aan heeft. En dat is natuurlijk niet zo. Hè, als je een product of een dienst hebt ontwikkeld waarmee je denkt beter, sneller of een hogere kwaliteit te leveren, je brengt het op de markt, dan wil je daarmee andere mensen helpen. Je wil andere bedrijven helpen om, uh, uh, om te profiteren van jouw toegevoegde waarde. En weet je, iemand zeker business to business iets door de strot duwt, kan ook gewoon niet, want een klant koopt alleen iets als hij of zij daar toegevoegde waarde in ziet. Maar dat leidt dan wel tot een kernvraag. Nou, oh, je hebt je zelfs eens helpen. Ja, je helpt mensen. Oké, okay, maar het leidt tot deze kernvraag: Wat is nou werkelijk de essentie van jullie toegevoegde waarde? En vooral, voor wie heeft dat toegevoegde waarde? Welke bedrijven kunnen daarvan profiteren? En als je dan kijkt naar de bedrijven die daarvan kunnen profiteren, aan wie verkoop je dan het liefst? En dat heeft te maken met ja, wat voor soort producten en diensten ze het ...bij jou willen afnemen, hoeveel het omzet die ze bij je kunnen onderbrengen... ...en al dat soort zaken. Dus je wil daar ook een keuze in maken. En als je dat soort bedrijven in kaart hebt, dan wil je ook weten... ...maar wat is dan de behoefte van die bedrijven... ...en hoe kan jij daar met je propositie op inspelen? Als ik alles wat ik doe samenvat, dan is dit wel een belangrijk onderdeel daarvan. Maar deze vragen zijn best uh, pittig. En daarom wil ik ze even toelichten aan de hand van een tekening. Zoals je ziet, hier heb je uh, de doelgroep, een cirkel. En die doelgroep waar je op richt, die hebben zogenaamde pain and gains. Oftewel, ze hebben problemen, ze hebben vragen, ze hebben kansen die ze graag willen inlossen, maar ze weten niet precies hoe. Maar ze hebben ook bestaande gewoontes, bestaande leveranciers, bestaande processen. En dan kom jij eraan met jouw oplossingen. En. Je ziet hier dat er wel of niet een raakvlak is. En ik deel dat graag in de cijfertjes. Helemaal in het midden zie je de code 1 klanten en prospects, zoals ik ze noem. Ja, dat zijn de perfecte klanten. Als je die weet aan te trekken, dan is dat swingen met ze. Dan, dan is die flow ontstaan. Ze vinden het heel niet erg om wat meer te betalen voor je dienstverlening, omdat wat jij levert aan hun past exact. Je hebt ook de zogenaamde code 2 klanten. Prima ook, maar net even buiten het cirkeltje. Maar Code 3 klanten, dat is een ander ding. Code 3 klanten zijn bedrijven waar je contact mee krijgt, die reageren op je website, of je mailing of wat dan ook, waar je verkoopcontact mee heeft, maar eigenlijk passen ze niet bij je. Eigenlijk is hun vraag niet optimaal afgestemd op wat jullie bieden. En dat levert problemen op. Laat ik je zo zien. Eerst eens even, je wil je natuurlijk focussen op die perfecte klant, maar dat is de ideale wereld. Dus focus je nou op de perfecte klant en realiseer je dat je natuurlijk daar ook code 2 klanten bij krijgt en een deel code 3 klanten, die misschien kunnen doorgroeien naar uh, uh, een code 1 of 2 klant. Maar die focus op uh, het filteren van bedrijven die voor jou relevant zijn is heel erg belangrijk. Waarom? Omdat het het verschil is. En ik heb met zoveel bedrijven samengewerkt, en wellicht heb je er zelf ook wel eens wat onderzoeken over gelezen. Maar dit is het verschil tussen worstelen of succes. Want bedrijven die veel code 3 en 2 klanten hebben, die werken keihard, die verdienen weinig, die hebben veel zorgen en ook frustratie. Want je doet het uiterste om klanten te helpen, maar het, het lukt gewoon niet om ze echt tevreden te krijgen, of je werk je te barsten zonder dat het veel oplevert. En bedrijven die veel code 1 en 2 klanten hebben, die werken net zo hard, misschien wel harder. Ze focussen op leuk werk, ze kunnen betere keuzes maken in wat ze wel en niet doen. En let op, hier ga ik bij staan, ze verdienen goed. <laughs> ze verdienen goed. Nou, hoe relevant is dit dan? Hoe relevant is nou dat verschil tussen code 1, 2 en 3 klanten? Er is onderzoek gedaan door MSP Associates, al een tijdje geleden. Maar die resultaten gelden nog steeds onder auspicie van de Europese Unie. En een van hun conclusies is dat 70% van de bedrijven, van de klanten en prospects, even een diaatje terug. 70% van, van hun tijd. Kijk, als ik hier eens aan het zien. 70% van hun tijd wordt van marketing en sales gaat verloren of wordt geïnvesteerd in code 3, klanten en prospects. En een van de dingen waar ik je toe wil inspireren is. Loop nou vanmiddag nog je klantenbestand en je prospectbestand is door. Check per bedrijf, is dit nou een code 1, 2 of eigenlijk een code 3 klant? En verschuif nou een deel van je aandacht die aan code 3 klanten en prospects gaat... richting code 1 en 2 klanten en prospects. Halveer die 70% naar 35% en zorg dat je daardoor veel meer aandacht besteedt aan de juiste bedrijven. Conclusie, focus bewust op code 1, 2, klanten, prospects, prospects en klanten... omdat verkeerde klanten kosten je veel tijd, kosten je veel geld... belemmeren je groei en houden je van je focus af. Dit laatste wil ik nog even kort toelichten. Want wat zie ik nou veel gebeuren? Er zijn zoveel bedrijven uit code 3... Dat je op een gegeven moment, als ondernemer of als salesafdeling, gaat afvragen: hmm, Moeten wij onze dienstverlening niet wat meer afstemmen op, code, op die klanten? Want daar zijn er zoveel van. Maar ze leveren te weinig op en ze kosten je te veel tijd. Ik, dat is een gevaar, want dan ga je af van je passie, je gaat af van je missie en dan verlies je, je energie en, en flow. Dus focus je op code 1 en 2 vragen, klanten. Dat leidt tot, wat mij betreft, de belangrijkste kernvraag in sales. Wat is het specifieke probleem dat jullie op een unieke manier oplossen voor je perfecte klant? En de perfecte klant heeft verschillende specifieke problemen. Dus het is zaak om erachter te komen wat hun pain and gains zijn. Maar er schuilen drie vragen achter deze vraag. Eén is: wat is het profiel van jullie perfecte klant? En weten jouw salesmensen, je marketingmensen dat goed te verwoorden en zich daarop te richten? 2. Wat zijn hun specifieke problemen van die klant waarop je kan inspelen? En welke daarvan kan je op een unieke manier oplossen? Als je het lukt om hier op een goede manier invulling aan te geven, misschien heb je het al, maar dan weet je dat je ijzersterke voordelen kan creëren waarmee je de klanten en prospects in hun hart raakt en ze bij je willen kopen in plaats van dat je wil verkopen. Maar er is nog een belangrijke vraag bij sales en dat is de vraag vanuit klantperspectief. Die is net even anders. De klant die vraagt zich namelijk het volgende af: waarom zou ik überhaupt veranderen? Dat is het eerste wat hij zich afvraagt. Niet bewust, maar wel onbewust. En als die redenen vindt om te veranderen, waarom zou ik dat dan nu doen? En als ik het nu ga doen, dan wordt het heel concreet en reëel om aan jou te kijken of, of jij voor hun de beste partij bent. En je ziet al dat hier de manier van denken bij klanten. Anders is dan de wijze waarop uh, sales vaak plaatsvindt en waarbij je vertelt hoe goed je allemaal bent. Dus je wil eerst samen met de klant gaan zoeken waarom zou die überhaupt veranderen. Ander proces. We hebben dat proces in een soort format vastgelegd in een zogenaamd sales playbook. En de kracht van het sales playbook is, wat mij betreft, heel sterk. Maar wat is dat dan? Dat is een digitaal document waarin je de beste kennis en ervaring op het gebied van sales en marketing op een gestructureerde wijze vastlegt. En uh, het is niet iets wat ik bedacht heb. Ik werk er wel al heel erg lang mee. Ik denk al twintig jaar die kant op. Uh, maar de, vooral de laatste vier jaar is deze uh, ontwikkeling enorm in opkomst. Als je in Amerika kijkt, zie je dat ieder bedrijf dat groeit. Daarin is het, daarbij is het sales playbook heilig. En ik wil jou inspireren ook een sales playbook te maken voor jullie organisatie. Wat is dat dan? Ik ga het kort toelichten. Um, je kent een merk van voetbal, maar daar komt het woord playbook vandaan. Bij merk van voetbal staan die mannen die staan tegenover elkaar uh, in een bepaalde houding. Vervolgens wordt die bal in het midden gegooid en bam, dan krijg je een soort chaos en botsingen van kerels. En opeens zie je er één wegrennen met de bal en die scoort een doelpunt, of hoe het ook heet. Wel, dat is geen chaos. Die chaos is exact getraind. Ze hebben tal van spelsituaties geoefend waarbij iedere speler exact weet wat hij moet doen op welk moment. En dat is vastgelegd in een playbook zoals je hier rechts ziet met die tekeningen. Deze manier van denken is doorgewaaid naar de topsport. Als je aan een voetbaltrainer vraagt: wat is de allerbelangrijkste prioriteit voor jou als trainer? Dan zal hij zeggen dat de spelers weten wat ze moeten doen op welk moment in het spel. Dus wat voor spelhervattingen? Wat zijn de aanvalsystemen, wat zijn de verdedigingssystemen? En als je een doorbraak hebt op het middenveld, dan kan je zonder te kijken die bal naar rechts buiten spelen. Want daar wordt blind gevonden, de rechtsbuiten, die die bal opvangt en naar voren gooit. Dat is het playbook in voetbal. En deze werkwijze is doorgewaaid naar de sales. En een van de mensen die er heel veel over verteld heeft, is Jack Daly, mijn grote inspirator. Ook in sales geldt dat het van groot belang is. Om te weten wat je doet, op welk moment. Zeker nu sales en marketing door de automatisering meer en meer naar elkaar toe groeien. Wat is dan dat sales playbook? Wel, het is dus een digitaal document waarin je je processen, je systemen, je methodes, maar ook je bezwaren, tegenwerpen, je voordelen, de vragen die klanten stellen, de concurrenten en waarom ben je beter vastlegt. Op zo'n manier dat je het met elkaar kan toetsen, dat je het borgt en dat je ook Bijvoorbeeld nieuwe mensen, maar ook bestaande mensen, ermee kan inspireren van joh, dit is de manier waarop wij het liefst sales willen doen. En waarom is dat zo van belang? Nou, omdat wat ik zie, dat vaak binnen een bedrijf iedere speler het een beetje op zijn eigen manier doet. De ondernemer deed het altijd zo. En doet het misschien nog zo. De accountmanager doet het zo, sales doet het zo. En dat is niet, vind ik, optimaal. Je wil met elkaar afstemmen, maar wat is nou de beste manier? En laten we dat als rode lijn gebruiken, afhankelijk van de situatie die je tegenkomt. Natuurlijk wil je graag een demo zien. Nou, die geef ik je graag, maar dat lukt niet in deze 20 minuten. Dus, mocht je dat willen, geef het aan op het evaluatieformulier. En dan kan je voor jezelf kijken of dat voor jullie geschikt is. Is het dan geschikt? Nou, lees deze vraag eens door. Kan je deze vragen makkelijk beantwoorden? Mijn ervaring is dat dit rotvragen zijn. Het zijn best lastige vragen die wel ergens in je hoofd spelen. Misschien zijn ze ook ergens vastgelegd, maar de vraag is: kan iedereen in jouw team deze vragen beantwoorden op een consistente manier? En dit zijn de punten die we in uh, een sales playbook gaan vastleggen. Want op het moment dat jouw team op deze vragen makkelijk antwoord kan geven en aangeeft hoe ze dat doen, geloof me, dan gaat jouw team veel beter functioneren dan dat, dat, een, uh, dat iedereen andere antwoorden geeft. Of. En dit zijn de zeven drivers van sales. Dus ik heb er één behandeld, de code 1, 2, 3 klanten. Zo zijn er zes andere drivers die op deze vragen antwoorden geven. Waarom zou je dan een sales playbook Gaan opstellen binnen jouw bedrijf. A. Je borgt je kennis en ervaring. Dat is één. Twee, je, bent, je brengt structuur aan in je salesproces, waardoor alle neus één kant op gaan. Iedereen weet wat hij moet doen. En het derde is, en dit is een belangrijke: je maakt sales leuker, eenvoudiger en veel succesvoller. Waarom? Als je weet als verkoper wat je gaat tegenkomen in het veld en hoe je daar het best mee om kan gaan, dan krijg je meer voldoening uit je werk, ga je meer uh, scoren. En Wordt het dus ook veel plezieriger. Wat doen wij dan als bedrijf? Wel, wij bouwen sales playbooks met klanten. Dat doen we enerzijds door live training te geven in drie maanden. Uh, of het kan nog iets langer, maar goed, in principe in, met een kop en een staart. Dan bouw je voor je bedrijf een sales playbook. Maar we geven ook regelmatig webinars sinds uh, corona er is. Dus als je meer informatie wil, kijk op onze website. Goed. Wil je meer weten, geef het op, op het evaluatieformulier aan. En dan ga ik nu weer de, het podium teruggeven aan Kees de Jong. Bedankt voor je aandacht. En wat heb ik gezegd? Uh, is het niet een fantastische, fantastische spreker? Ik zou zeggen liquid gold. Um, en wat ik ook heb gemerkt, want ik, ik ben dezelfde fan uh, um, als André waar het gaat om Jack Daly. En. Um, er is van de vragen die klanten hebben: van waarom zou ik moeten kopen en wat maakt jouw product beter? Daar zijn gewoon vijf beste antwoorden op. En inderdaad, iedereen verzint maar wat, maar als je die vijf beste antwoorden oefent met je sales team in rollenspellen, dan krijg je dan verhoog je de mate van conversie enorm. En we geven heel veel aandacht inderdaad aan, aan conversie online aan die systemen, maar het, het, de zachte component, de, de salespersoon zelf, is, is net zo belangrijk. Nou, ik, ik ben enorm fan van dit gedachtegoed en ik ben enorm fan van André. En ik denk dat hij een klein staaltje heeft laten zien van wat hij allemaal kan en wat hij allemaal kent en wat hij allemaal weet hierover. Dus nogmaals, bedankt André. Wij gaan nu naar het volgende deel en het volgende deel dat is de breakout sessies. En we hebben vier breakout sessies. En zoals ik net al aangaf, je kan dus kiezen voor um, uh, twee keer voor een breakout sessie. Dus de eerste is 20 minuten en de tweede uh, is ook 20 minuten. En tussen die twee kan je kiezen. Dus je kan er nu al twee van de vier kiezen. Ik zal ze even kort toelichten. Maar niet voordat ik aangeef dat je na iedere breakout sessie of na de laatste breakout sessie. En dat is een beetje als ik heb uh, afgesloten vandaag. Uh, dan kan je nog vragen stellen. En die vragen die kan je dus stellen aan uh, degene in de breakout sessie, maar ook nog voor André. Dus, mocht jij vragen hebben aan André, dan kan jij op het allerlaatste in, de, in deze chat blijven, in deze room blijven. En dan kan je online of met handopsteken vragen stellen over iets wat hij heeft behandeld, wat je nog graag zou willen weten. Dus dat uh, aan het einde van de sessie. Uh, ik leg ze even toe. Als jij kiest voor breakout room 1. Uh, dan ga jij naar uh, Jaap uh, Schepers. En Jaap is uh, de baas, uh, de CEO uh, van uh, Afdeling Online. Zo heet het bedrijf dus. Niet de afdeling, maar Afdeling Online. Uh, supergaaf bedrijf. Is ook zelf een groeibedrijf. Uh, hebben uh, ook een aantal keer een FD gezellen gehad in 2019 en 2020. En Jaap gaat het vooral hebben over uh, de groei in online marketing. Dus de marketing, uh, sorry, groei in online marketing. Automation en dat is natuurlijk uh, ja eigenlijk wel de hype. Dat deel van jouw sales, het binnentrekken van die mensen, dat moet natuurlijk uh, goed zijn. Uh, hoe doe je dat? Hoe hou je dat AVG veilig? En en hoe ver wil je die automation laten gaan? Wil je daar meer van weten? 20 minuten uh, met Jaap Roem 1. Uh, room 2 is uh, voor Wessel Bergman. Nou, Wessel is al een lange tijd een hele goede partner van Groet. Samen met Wessel hebben we, we hebben meegewerkt aan zijn Lefboeken. Die grote inspirerende boeken die hij op de koffietafel legt. Met fantastische interviews en foto's van de snelste groeiers van Nederland. Uh, hij is uh, oprichter van De Commerciële Revolutie. Een uh, provocative name zou ik zeggen. Uh, en hij gaat een stapje verder, want hij gaat. Uh, over sales en, en klantverbindingen. En voornamelijk om van een klant eigenlijk een soort lid te maken. Dus je maakt hem lid van je netwerk. En vervolgens gaat hij nooit meer weg. Nou, ik vat het heel even kort samen. Wessel is daar heel ver mee. Uh, 20 minuten Wessel, room 2. De derde dat is Remco van der Sluis. Nou, Remco is ook van Scale Company. Maar Remco is ondernemer. Hij heeft zijn uh, reclamebureau wereldwijd uh, gebouwd en, uh, en verkocht. En dus hij weet heel veel van sales en vooral natuurlijk ook van marketing. En hij gaat eigenlijk dieper in, in wat André zojuist benoemde als. Code 1, klantcode 1. Wat is nou die kernklant? Hoe bepaal je dat precies? Welke vragen moet je dan stellen? En hoe kan je dat volgens verder in het salesproces uh, incorporeren? Dus dat is de strategische klantkeuze, room nummer 3. Um, Remco van der Sluis van Scale Up Company, waar we toevallig ook uh, hier zijn. En dan de laatste, en uh, I'll change to English. That's from Tarek Reslan. Tarek is with uh, Growth Tribe, um, and uh, Growth Tribe uh, is a company uh, with about 100 employees in six countries, and they um, they help and they educate companies to create more or less a growth mindset. And that is, and I talked to Hugo de Koning from uh, Young Capital uh, last week, and his his the I asked him about the reason why his company was growing continuously to about 700 million right now, and he mentioned. Our company has a growth mindset, so it's in the veins of our company to grow. Well, this is what Tarek teaches uh, uh, companies and helps companies to implement, the growth mindset. Room number four. So, for now, please make your choice and I will instruct you how to get to the room. So, if we're going to look at this next slide, en ik ga weer terug naar Nederlands, uh, dan zie je rechtsonder uh, het knopje Breakout Rooms. Eigenlijk heel simpel, je klikt erop en vervolgens druk je op het cijfer rechts van de sessie. Die zie je dan vervolgens. En dan zie je de, nou, dat, dat, dat breakout rooms vakje. Dat zie je. En vervolgens kies je daar uh, het, het woord join. Dus je kiest 1, 2, 3 of 4. En je joint hem. En dan zet je je microfoon uit. En dan als jij iets wil vragen aan de spreker. En soms, komt dat, soms, soms kan dat niet, maar dan steek je je handje op. Uh, maar in principe zijn de vragen pas aan het einde van alle sessies. Maar als je iets dringends hebt, dan uh, kan dat wellicht in die sessie. Uh, dus uh, voor nu, ik zou zeggen, maak je keuze, kies. En over een paar minuten zal de sessie in jouw breakout room starten. En ik zie jullie straks weer terug voor de volgende sessie breakout rooms. Tot straks. En welkom terug voor de mensen die er al bij zijn. We wachten even langzaam totdat iedereen binnendruppelt van die fantastische, inspirerende breakout sessies. <laughs> ik heb weer meegekeken. Ik was weer geïnspireerd. En hopelijk uh, jullie zelf ook. Ik ga afsluiten wanneer ik het zijn krijg dat iedereen, uh, dat iedereen terug is. Dus in de tussentijd mogen jullie genieten van uh, vijf mooie logo's. Uh, en natuurlijk ondergetekende. Um, sommige van jullie zullen vragen, van ja, hoe, is, hoe is dat nou gekomen, Kees, dat jij... Uh, Zoveel ben afgevallen? Nou, dat is een uh, goede vraag. Um, en het gaat uiteindelijk dat je jezelf een doel visualiseert. Um, voor degene die, uh, die net inschakelen, ik leg even uit uh, hoe dan komt dat ik zoveel ben afgevallen. Eén, je visualiseert een doel waar je wil zijn. Meestal hangt dat aan een getal vast. En vervolgens creëer je een systeem en proces om daar te komen. En eigenlijk is dat, uh, als je dat dan volgt. Dan kan er maar één uh, ding gebeuren, en dat is dat je gewicht verliest. En hetzelfde hebben we vandaag geleerd, werkt eigenlijk met sales. Op het moment dat je natuurlijk een, een doel visualiseert. En nu komt het allerbelangrijkste. En dat hebben jullie denk ik geleerd in de verschillende breakout sessies. Je moet een systeem en proces creëren om daar te komen. Ik kijk even naar de, naar de regie. Niels, is iedereen eh, hier? Oké, okay, iedereen is weer terug. Um, en ik wil dat, uh, ik wil dat uh, afsluiten. En mijn punt was dat we geleerd hebben inderdaad dat het creëren van een ijzersterk salesproces uh, gaat ook over het creëren van een aantal disciplines binnen je organisatie. En niks is zo moeilijk om die verschillende disciplines uh, samen te voegen tot een soort systeem. Waarin je uiteindelijk aan een aantal knoppen kunt draaien om je sales te laten groeien. Dat is natuurlijk de holy grill van ondernemerschap. Dat je het eigenlijk het systeem zo hebt heb gedesigned dat het allemaal werkt. Nou, een van die onderdelen van dat design is natuurlijk wat André Hagelen in zijn plenaire keynote aangaf. Um, het, het creëren van een playbook, dus dat alle regeltjes eigenlijk niet, niet zweven, maar dat dat vast ligt, dat het verhaal het van, van marketing tot en met de closing, dat dat gewoon duidelijk is en dat dat gewoon vast ligt. Want er zijn geen tien manieren om te winnen, er is eigenlijk één manier om te winnen en die moet iedereen kennen. En vervolgens je focussen op precies de klant die je het meest uh, uitmaakt. Het klinkt zo simpel, maar doen jullie dat ook als ondernemer? Vervolgens hebben we natuurlijk Jaap uh, die heeft uitgelegd over uh, het, het automatise automatiseringssysteem erachter, de automation van het hele stuk. Voor heel veel ondernemers is dat best wel een lastig ding omdat je niet de competentie hebt. Maar daar hebben we kunnen leren hoe je dat goed doet en wat eigenlijk ja, de, de diepere uh, technologie en de, en de dynamiek is achter dat uh, online deel. Natuurlijk hebben we Wessel uh, die heeft uh, gesproken over level 1, 2, 3 uh, klantenbinding. Hoe zorg je er nou voor dat je nog meer weet van je klant, zodat die klant eigenlijk uh, in jouw, nou ja, web klinkt een beetje negatief, maar in jouw systeem zit en, en nooit meer, uh, meer weggaat? Natuurlijk, Remco, uh, die heeft ons uitgelegd dat je natuurlijk op alle manieren aan, aan iedereen, uh, zeg maar, je, je kan richten, maar dat heeft eigenlijk geen zin. Je moet je richten op die specifieke kernklant die het meeste energie. Daarmee ook geld uh, oplevert en vervolgens die ook weer nieuwe klanten oplevert. Uh, er gaat heel veel energie verloren, zoals André en Remco zeggen, aan het richten op te veel verschillende doelgroepen. En dat is eigenlijk uh, zonde. Het kan zoveel makkelijker, uh, beter en sneller. En dan hebben we natuurlijk Tarek, uh, die inspirerende voorbeelden heeft gegeven over hoe je nou als bedrijf helemaal kan omvormen, transformeren naar een totaal. Growth-groei gerichte organisatie. Nou, um, ik heb er enorm van geleerd. Jullie hebben in, uh, in deze uh, afgelopen uh, ochtend uh, heel veel gratis, kennis en inspiratie gekregen. Dus ik wil jullie feliciteren dat jullie dat daarvoor hebben gekozen. Nog even de partners benoemen. Salesdrive, afdeling online. De commerciële resolutie, uh, resolutie revolutie. Uh, scale up Company en natuurlijk uh, Growth Tribe. Partners van NL groeit, die jullie verder willen helpen in het ontwikkelen van je bedrijf. Enno Groeit zelf heeft natuurlijk ook nog um, uh, 500 mentoren die klaarstaan om jullie belangeloos uh, verder te helpen met de lastige beslissingen die je hebt. Je kunt je aanmelden bij Enno Groeit voor het, uh, voor het hebben van een mentor. Kijk even op de site en, en neem ze even door. En misschien denk je ja, van die persoon zou ik wat kunnen leren. Nou, misschien wil die persoon jou ook helpen. En dat is nogmaals belangeloos, non-profit. Uh, kunnen we een match maken en vervolgens daarmee jullie bedrijven en daarmee Nederland een stukje beter maken? Als we, uh, als we um, nu nader uh, de afsluiting naderen, zijn er twee dingen. Nadat ik heb afgesloten. Kunnen jullie nog in de room die je kiest vragen stellen aan de sprekers? Wil je vragen stellen aan André Hagelen, dan blijf je in deze room. Vragen kunnen het beste worden gesteld via de chat, want anders wordt het een, een chaos. En dat kan dan een kwartier duren, twintig minuten, al naar gelang er vragen zijn. Dus uh, jij kiest de room die je wilt, en vervolgens online nog even vragen stellen. Als je hierna denkt: van, nou, dit was mooi geweest, voldoende inspiratie, dan, dan is het ook prima. Maar vergeet niet één ding: we vragen je nog even om een kort evaluatieformuleertje in te vullen. Dat is echt een minuut werk. Uh, even, wat vond je ervan? Wat kunnen we beter doen? Daar zijn we enorm mee geholpen. Uh, nogmaals, dit was een gratis sessie voor jullie. Uh, dus dus het, doe iets terug en vul dat even in het kostenminuutje. Daarin kan je ook aangeven van welke van de sprekers jij graag meer informatie zou willen hebben. Uh, uh, klik die even aan en wij faciliteren dat proces. En vervolgens krijg je meer informatie en, uh, en uh, kan je kijken of dat misschien voor jullie verder interessant is. Ik wil jullie enorm bedanken. Um, voor jullie aandacht. Uh, nogmaals, dank aan de organisatie. Dank aan Wicked Grounds. Dank ook aan Niels, die hier natuurlijk uh, de boel heeft, uh, heeft geregeld. Dank aan, uh, aan, aan alle sprekers. Ik heb ze al een aantal keer genoemd. Natuurlijk André Hagelen, uh, de, de mastermind, waar het gaat over sales in Nederland. Um, ik sluit af, ik wens jullie een fantastische dag, fantastisch weekend. Antwoord nog even onze lijst, en blijf in de chat als je nog vragen hebt. Dankjewel, fijn weekend. Blijf groeien. Oké, okay, uh, de vragen moeten nog een beetje binnenkomen, denk ik. Dus ik begin gewoon zelf vast met een vraag te antwoorden. Ach, nieuws, maak me even groter als dat nog ja, kan. Want ik sta als een zo, zo klein even. kereltje rechts onderin. <laughs> maar uh, nou, een vraag onder andere die ik wel vaak krijg. Van ja, maar weet je, uh, code 3 klanten kunnen toch doorgroeien naar code 1 en 2 klanten. Dus waarom, weet je, die moet je niet negeren. Wat klein is, is waardevol voor de toekomst. Ja, eens. Maar als je. Als blijkt dat er zoveel tijd uh, geïnvesteerd wordt in code 3 klanten, dat je niet meer toekomt aan code 1 en 2 klanten en prospects, dan zit er een scheve verhouding. In. Dus het is belangrijk om kritisch te blijven. Um, even kijken of er wat nog binnenkomt. Een andere vraag die ik vaak krijg is, maar hoe vind ik dan die code 1 en 2 klanten? Hoe kom ik aan die leads, weet je? Ja... Um, uh, ik denk door ook gewoon boerenverstand te gebruiken. Door gewoon met elkaar te zitten en te zeggen: wat voor soort bedrijven willen we nou het liefst hebben en hoe gaan we die vinden? Je kan het op het internet vinden, als je op de snelweg rijdt, kan je ze vinden. Maar je kan ook soms um, van een bedrijf een kloonprofiel maken. Bij bepaalde adressenleveranciers kan je zeggen: joh, ik heb hier 40 bedrijven die mij uh, zeer waardevol zijn. Kan jij kijken welke bedrijven lijken op deze 40 bedrijven? Dan krijg je een lijst terug van 300 bedrijven die hetzelfde profiel hebben. En vervolgens kan jij uit dat soort bedrijven een bepaalde keuze maken van wie wel en wie niet. Uh, kijk ook naar oud-klanten en relaties en dergelijke. Even kijken, Niels, hoe kan ik zien of er eventueel vragen zijn? Uh, gewoon in de chat. Ja. Bedankt voor de sessies. En gaat hij dan naar beneden toe? Ja, dit is het oh, dit is het nieuwste. Oké. Okay. Nou, uh, ik ga nog even een vraag bedenken. Um, hoe kom je in contact met dat soort bedrijven? Hoe kom je in contact met uh, nieuwe Code 1 en 2 klanten? Ik heb een vraag. Ah, Kees heeft een vraag. Wacht. Ja. Heb ik zelf een hele goede vraag. Wacht, komt hij er weer tussen? Kom erbij. Kom erbij. Okay. Uh, ben ik erbij? Ja. Ja. Uh, je hebt een supergoed verhaal gegeven. waarin je zeven basisprincipes hebt. en je hebt het eerste basisprincipe eigenlijk besproken. Ja, ja. Zou je een klein tipje van de sluier kunnen oplichten. voor jouw. Tweede favoriete basisprincipe. Ja, zeker. Want daar is iedereen super nieuwsgierig naar. Ja, zeker. Ja, ja, ja. Nou, acht jaar welke zou ik kiezen? Hè? Ik, laat we eens uh, beginnen met het feit dat voorbereiding essentieel is in sales. En waarop wil je dan voorbereiden? Ja, uh, men zegt wel eens, ieder salesgesprek is anders. Iedere klant is anders. Iedere situatie is anders. En iedere verkoper is anders. Dus hoe kan je daarop voorbereiden? Nou, om te beginnen, daar komt die aan. Het is niet zo veranderlijk als dat je denkt. Net zoals bij een merk voetbal of gewoon sport. Hè, waarbij de bal alle kanten op kan rollen. En toch is er een strategie waar mensen gaan vasthouden. Of waar mensen gaan vasthouden om tot bepaalde stappen te komen. Dat geldt ook in sales en in het salesproces. Wat blijkt? Uh, het type bezwaren wat je krijgt. Joh, als je de 10 op papieren krijgt en die goed uitwerkt, heb je al 80% te pakken. Hetzelfde geldt voor de tegenwerpingen. Als je vijf ijzersterke voordelen creëert die generiek zijn, ben je echt een heel eind verder. De manier waarop je acquisitie uh, voert, dus de eerste gesprekken, is een structuur waar je aan vast kan houden. Uh, de manier waarop je upsell bij bestaande klanten doet, hoe doe je dat dan? Hoe leg je contact met de klant? En hoe stap je naar het onderwerp van upsell toe? Dat zijn allemaal processen die je vast kan leggen. Dus Voorbereiding op dat soort zaken en vastleggen, is het uh, een principe, wat ook in die zeven uh, drivers van sales heten. Uh, wat ik ook heel erg leuk vind, is um, ja, hoe word je nou wereldberoemd bij je doelgroep? En met wereldberoemd bedoel ik niet dat je over de hele wereld beroemd hoeft te zijn, maar dat je bij, nou weet je, ik, ik roep wel eens bij 250 perfecte potentiële klanten wereldberoemd bent door hun heel veel aandacht te geven met je marketing. Door te zeggen, mijn marketingbudget, daar ga ik een deel apart van reserveren voor die bedrijven die voor mij heel erg belangrijk zijn. En waardoor je, doordat je er meer budget in stopt, uh, een veel grotere bekendheid kan genereren dan dat je het generiek doet. Dit is een methode uh, die we uiteraard ook behandelen als uh, in die drivers van het sales playbook, die ongelooflijk effectief werkt en relatief heel goedkoop. Nogmaals een driver, ik, ik praat gewoon lekker door tot er een vraag binnenkomt. Alleen maar leuk. Hoe ziet jouw mind-blowing sales pitch eruit? Hoe vertel je op zo'n manier aan, aan mensen om je heen of aan bedrijven waar je voor staat en wat je doet? En een mind-blowing sales pitch is niet iets waarmee je dus bij iedereen interesse wekt, want niet iedereen behoort tot je doelgroep, maar wel waardoor iedereen echt begrijpt wat je doet. En dat is best een uitdaging. Mindblowing sales pitch heet ook wel eens een elevator pitch. Weet je wel, je staat in de lift en in 30 seconden moet je vertellen wat je doet. Nou, dat is een klus. Hè? Maar mindblowing sales pitch gaat net een wat stappen verder. Behandelen we ook met het, uh, met het sales playbook. Um, ja, uh, wat ook een heel belangrijk ding is. En als, ja, misschien is dat wel het belangrijkste en toch. Uh, en dat gaat over breinvriendelijk beïnvloeden. De invloed van je onbewuste brein. En de invloed van woorden op het gedrag van mensen. Dus hoe kan jij bepaalde woorden gaan toepassen? Ik ga hem eens even anders refrezen. Ik denk dat het mogelijk is... André, wat voor werk doe jij? Dat is hem toch? <laughs> ja, die hoort bij de Mindblowing Sales pitch. Daar kom ik zo op terug. Maar um, uh, ik, ik denk dat je met, met gebruik maken van bestaande processen... bestaande mensen, zonder iets te veranderen in je organisatie... al enorme stappen voorwaarts kan maken door woorden te veranderen. Door woorden te veranderen op je website, in je mailings... en in de manier waarop je je propositie voert in het salesgesprek. Dus dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Nou, zo hebben we zeven drijvers... Uh, waarbij ieder bedrijf op zijn eigen manier een sales playbook bouwt. Dus wat dat betreft uh, kan ik je alleen maar aanraden om er wat mee te gaan doen. Um, nou, ik zie geen vragen binnenkomen verder. Niels, heb jij nog vragen? <laughs> nee, je hebt zo'n helder verhaal. Ik, uh, ik, wil stoppen, ik wil niet stoppen, het is nou, gewoon ja. te leuk. Ik dacht van ja, ik wil dat verwerken. Ja, je hebt altijd zo'n goed verhaal om omtrent het uh, beïnvloeden. Ja, als je nu nog, uh, als je nog in beeld bent, uh, vul het formuliertje in wat in de link staat van de chat. Misschien, Niels, kan je dat nog een keer delen, is dat handig? He, en daarin kan je A aangeven van welke sprekers je uh, extra informatie wil. Je wordt echt niet uh, dan vervolgens gespend, maar ze zullen je wat informatie sturen. Uh, uh, en, je, uh, het, en je kan aangeven wat je nou van deze sessie vond, wat je goed vond gaan, wat je beter wil laten gaan. Dus uh, daar hebben wij veel aan, dan kunnen we het mooi evalueren en uh, op die manier aan de slag gaan. En hier zie je die chat alweer binnenkomen. Ja, um, wat verwacht ik van het Sales Playbook naar de toekomst toe? Dat is een goede vraag die niet gesteld wordt, maar hij komt bij mij uh, zomaar opeens op. <laughs> ik, ik denk oprecht, maar dat is logisch. Iedere vakman vindt zijn vak belangrijk. Hè? Maar ik denk dat ieder business-to-business -business bedrijf um, uh, een vorm van een Sales Playbook zou moeten vastleggen binnen zijn organisatie. Dat je op de een of andere manier aangeeft: dit is waar wij voor staan. Dit is de toegevoegde waarde die we leveren. Dit zijn het type klanten wat wij graag binnenhalen. Hier een aantal voorbeelden van dat soort bedrijven. Dit zijn klanten waar je voorzichtig mee moet zijn. Hier een aantal voorbeelden van wat voor soort bedrijven dat zijn. Hè, bedrijven die veel tijd vragen, die veel energie vragen, maar uiteindelijk niks opleveren. Ja, dat schiet niet op. Hè. Je wil die tijd investeren in goede mensen. Dus... Um, uh, Zo'n sales playbook. Ik verwacht dat het binnen een paar jaar uh, bij heel veel bedrijven bekend is. En ik hoop uh, ook bij jullie en dat wij daar een rol in kunnen spelen. Maar goed, hoe dat moet je dan maar zien. Gooi gewoon de microfoons open. Als mensen een vraag hebben en je wilt hem gewoon stellen live aan André, dan mag dat ook. Oké, okay, dus de microfoon wordt over en dan hoor ik dat ook, neem ik aan, Niels. Dat hoor je zeker. Ja. Ja. <laughs> dat is wel fijn hè, dat je de vraag hoort. Ja. <laughs> en anders, natuurlijk, een hele fijne dag. Ja, een, een fijne dag. Ja, sales. En um, waarom vind ik dat nou zo leuk? Waarom, waarom vind ik sales zo leuk? Of waarom vind ik sales zo belangrijk voor je bedrijf? Ja, nou, eigenlijk heel simpel: hè? dat hoe goed je processen ook zijn, hoe goed je organisatie ook is, hoe goed het personeelsbeleid ook is, uh, uh, hoe enthousiast jij als ondernemer bent, zonder klanten geen bedrijf. Ja, logisch. Maar ik wilde aan toevoegen: zonder de juiste klanten geen succesvol bedrijf. Dus het binnenhalen van de juiste klanten leidt ertoe dat een bedrijf veel sneller groeit en veel gezonder groeit als dat je dat proces min of meer laat lopen. Dus ik denk dat het goed organiseren van je sales en ervoor zorgen dat sales en marketing de juiste bedrijven vinden en binden, dat dat een essentiële voorwaarde is voor het succes van een organisatie. Nee, dat je daardoor makkelijker de groei kan realiseren, winst kan realiseren en dergelijke. Dat ben ik. Nou, daar ben ik niet alleen van overtuigd, dat is zo. Uh, hoe zit het dan met bijvoorbeeld uh, uh, online, als een bedrijf helemaal online is? Ja, dan speelt sales een mindere rol. Dus ik zie een vraag. Wanneer je laat je categorie klanten gaan? Je drijft nu op een groot deel van deze klanten. Ja, nou weet je, uh, professor Dr. Sikkema uh, is daar zelfs op gepromoveerd. En hij stelt dat uh, je als organisatie een harde knip moet maken en echt afscheid moet nemen van klanten die niet echt bij je horen. Ik vind dat wel wat. Uh, ik zou dat niet snel adviseren, um, hoewel dat misschien wel handig is. Maar wat je wel kan doen, en daar kan je vanmiddag mee starten, is afscheid nemen van code 3 prospects waar je voldoen, niet voldoende potentieel in ziet. Hè, dus als je code 3 prospects in je database hebt en je denkt bij jezelf, ja of dat ooit wat wordt, dat weet ik niet, mm, neem daar wel afscheid van. Zet ze op de mailinglist, maar laat niet meer sales de actief contact mee hebben. Um, zijn het er dan zoveel? Ja, echt. Uh, dat onderzoek wat ik aanhaalde: 70% van je klanten en prospects zijn code 3 klanten. Halveer dat. Probeer bewust keuzes te maken en dat terug te brengen naar hoger 35%. Dus prima als je code 3 klanten behoudt en prospects. Maar breng het terug. Wees daar kritisch in. En stop die extra tijd in uh, de bedrijven die er wel toe doen. He, die er wel toe doen. Dankjewel, Bart. Voor jou ook een fijne dag. Het wordt mooi weer. Het wordt een mooi weekend volgens mij. Um, nou, Niels, wat zullen we gaan doen? <laughs> <laughs> er zijn nog mensen ook in andere breakout sessies, dus misschien koppen ze terug naar deze, naar deze sessie. Um, ja, misschien is dit nog wel leuk om te vertellen. Um, op het moment dat je code 1 en 2 prospects benadert, dus bedrijven waarvan je weet of. Uh, Achterkomt dat zij uh, uh, interessant voor je zijn, dus meer omzet kunnen realiseren voor je, dan betekent dat bijna altijd per definitie dat ze nu een bestaande leverancier hebben. En omdat ze nu een bestaande leverancier hebben, gaan ze niet zomaar switchen omdat jij toevallig een keertje belt. Het binnenhalen van code 1 en 2 klanten, en het is op zich logisch, maar is een kwestie van zaaien en oogsten. En is een, 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 een kwestie van de komende twee jaar. Je focust op dat soort bedrijven en dan het net weten op te halen. Als je massa hebt, tref je een aantal bedrijven die op korte termijn al geïnteresseerd zijn. En even mijn ervaring in percentages: 4-5% hoger uit. Dus als je 100 nieuwe perfecte bena klanten benadert, dan mag je verwachten dat je binnen relatief korte tijd met nou, 4-5% direct serieus in gesprek bent. Maar het eerste jaar, als je contact houdt, verhoogt dat al naar 20 tot 25%. En op het moment dat je op een goede manier contact met ze blijft houden... Uh, mag je echt wel verwachten dat je 30, 40, 50 procent binnen twee jaar ophaalt. En dat heeft een enorme impact op je omzet. Oké, okay, geef je ook training aan sales teams? Vraagt Marcel. Ja, zeker. Uh, we hebben ook een aantal coaches die dat doen. We houden ons daarbij in het format van het Sales Playbook... maar stemmen met een bedrijf af welke onderdelen van het Sales Playbook uh, interessant voor je zijn. En uh, daar trainen we in. Dus en of live trainingen... Of het zijn uh, webinars die we ook organiseren, waardoor je wat laagdrempeliger contacten mee kan houden. Als je dat leuk vindt, uh, link met mij, André Hagelen, via LinkedIn. Dan uh, hou ik je op de hoogte van eventuele nieuwe uh, sessies. Gratis sessies zijn het in eerste instantie uh, over het uh, sales playbook en de webinars op dat vlak. Um, Oké, okay, dan graag gedaan, Marcel. Uh, ja, en weet je. Ik vraag wel eens bij mezelf af, wat is nou echt de toegevoegde waarde van um, wat wij doen of überhaupt van een professional van buiten? Ik denk dat het is dat iemand van buiten komt. Iemand die niet bevangen is door de gewoontespatronen en de manier waarop je nu denkt. Hè, ik ervaar dat mijn vak zo leuk is omdat je op een relatief eenvoudige wijze uh, bepaalde dingen bloot kan leggen die bedrijven eigenlijk wel weten... Totdat ze benoemd worden. En dat je dan denkt: poh, en dat heeft te maken met, uh, met je salesproces, met de manier waarop je sales doet, of uh, de, hoe je CRM inricht. Maar het kan ook te maken hebben met je homepage van je website, want dat is ook sales wat mij betreft. Hè, we zijn geen websitebouwers, maar hoe je jezelf presenteert en wat je propositie is, is van essentieel belang in de doorklikratio. En uh, het mooie is dat als je in sales merkt dat bepaalde argumenten heel goed werken, wil je die argumenten ook terugkrijgen op je website. Want dat scoort gewoon heel erg goed. Dat kan je meten, dat kan je zo zien. Uh, Oké. Okay. Um, ja, hoe lang duren trainingen? Veel, graag, fijn dat je erbij was, Sylvia. Hartstikke leuk. Um, hoe lang duurt het om een sales playbook te bouwen, is ook een vraag die ik vaak krijg. Weet je, het hangt af van hoe ver je gaat. Uh, hoe dieper je in het salesproces duikt, hoe complexer het wordt. Ik hou van eenvoud. Ik hou ervan dat iedereen in het bedrijf begrijpt welke stappen je maakt. Dat vind ik het mooiste. En als je daarnaar kijkt, kan je een hele goede basis in relatieve korte tijd opzetten. Maar het is een dynamisch document dat zich steeds weer verder uh, vergroot. Uh, ik geef een voorbeeld: een onderdeel in het playbook is hoe ga je om met LinkedIn? En wat zijn goede LinkedIn-posts? Hoe kan je via LinkedIn het best uh, een connectie maken met iemand, waardoor ze reageren? Hè, want de responsrate is heel laag, maar pak je de juiste berichten, dan zie je dat die respons sterk kan toenemen. Nou, als je dat soort berichten ontdekt, of uh, samen met een, iemand van ons of een andere specialist uh, nieuwe inspiratie opdoet, dan wil je dat soort berichten wel vastleggen. En dan wil je tegen je team zeggen, jongens, als je een connectie maakt, we hebben drie of vier zeer sterk responderende berichten... in een sales playbook staan. Dus maak daar gebruik van. Hè? Dus ja, voor al dat soort dingen... is, uh, is zo'n sales playbook geschikt. Oké. Okay. Nou. Ja, ik vond het zelf overigens... Zijn... <laughs> ik wil nog even door. Ik vond het een leuke sessie. Ik heb ook meegekeken met, uh, met de vier andere sprekers... even door hier en daar uh, snel te switchen. Ja, weet je... Hoe de wereld veranderd is de laatste jaren is ongekend. Ook de wereld van sales en marketing. Ongekend. En het vraagt inderdaad zoveel uh, van jou om je daarin aan te passen. En wat ik zelf ervaar is dat ik soms echt geïnspireerd ben... door een nieuwe techniek of een nieuwe methode... op het gebied van marketing of sales. Maar ha, hoe geef ik het handen en voeten? Hoe ga ik dat doen? En dan vind ik het best wel fijn als er iemand is die me daarbij helpt... en die het ons uh, leert of... Uh, die uh, het ook uitvoert. Dat kan natuurlijk ook. Oké. Okay. Hoeveel mensen hebben we nog in de hele groep zitten, Niels? Twaalf. Twaalf man. En die zitten bij. Als, heb ik nog? Nee, hier. Oh, bij mij nog twaalf. Nou, jongens. We ja. <laughs> nou, gaan er een uurtje door. We gaan er een uurtje <laughs> door. <laughs> is, is het leuk, zou ik wat vertellen over mijn sales pitch en wat Vertel daar nou ja. de truc achter is? Ja. Nou Niels, je hebt mijn presentatie wel eens gezien, <laughs> dus stel mij eens die ene vraag. André, wat voor werk doe jij? Wat voor werk ik doe? Oh, even serieus. Ik ben een stratenmaker. Stratenmaker. Wat is nou het beeld wat, jij, wat bij je opkomt? Als ik zeg ik ben een stratenmaker, wat is het beeld wat je voor je ziet? Ik zie een man, voorovergebogen, met een bouwvakkenzekel.t en bakstenen sjouwen. Ja, en ik denk jij ook. Hè? Je, je krijgt direct... Want wat je onbewuste brein namelijk doet... is per direct bij woorden beelden creëren. En bij het woord straat te maken... denk je inderdaad aan wat oudere man... met een peuk in zijn mond, die op zijn knieën... met een wilspleetje daar die stenen in de straat doet. Waarom ik dit vertel, is... het is heel gevaarlijk om als iemand vraagt... wat voor werk doe jij... om direct te zeggen wat voor werk je doet omdat je niet weet welk beeld iemand daarbij creëert. En als dat beeld eenmaal ja, vastgezet is in de hersenen, is het heel lastig dat later weg te krijgen. Dus wat je wilt doen als iemand je vraagt wat je doet, is eerst een beeld creëren en pas dan zeggen wat je doet. Nou, in het voorbeeld van de stratenmaker, als iemand mij dan vraagt wat voor werk doe jij, dan zeg ik, joh, ben je wel eens bij een boerderij geweest waarbij ze op het erf. Van dat sierstraatwerk hebben. Weet je wel, die halve cirkeltjes. Oh, nou, je hebt ze bij je, wat <laughs> mooi. Dankjewel, Niels. Dus Dit soort dingen. Hè, als je dat beeld ziet, nou, dat is wat ik doe. Ik ben een vakman op het gebied van, uh, van sierstraatwerk. Hè, of je had, kan ook zeggen, heb je wel eens, ik moet je even wachten met die foto nog, Niels. <laughs> heb je wel eens uh, in een stad een machine gezien die geautomatiseerd in één keer een straat legt? Weet je wat ik bedoel? Nou, dan mag je, heb je het plaatje, heb je die dia ook. Okay. <laughs> zoek hem even op. Geef me vijf dus ik seconden. Je eerst een beeld, hè. heb je wel zo'n machine gezien die bijna geautomatiseerd zo'n straat neerlegt, achter elkaar door. Want zo'n straat te maken ben ik. Wij werken voor grote overheden, gemeentes en dergelijke om op grote schaal straten te maken voor, uh, voor bedrijven. Nou, de, die dia komt niet, maakt niet uit. Maar wat belangrijk is bij een sales pitch is dat je eerst, oh daar heb je hem. Ja. Maar wat belangrijk bij een sales pitches is, is om eerst een beeld te creëren van wat je doet, en pas dan te zeggen wat je doet. Omdat je. Dag, Maurien. Ja, er gaan een paar toppers hier weg die je hebben geholpen met de hele opzet en organisatie van het, uh, van het uh, webinar. Maar dus als je het beeld gecreëerd hebt, pas daarna zeg je wat je doet. Uh, wat je, ben je bereid is dat A, mensen een veel beter en strakker beeld krijgen van wat je doet. En dat. Als ze bij tot je doelgroep behoren, sneller zullen reageren. En als ze niet tot je doelgroep behoren, dat ze het wel onthouden. En misschien na een paar maanden op een verjaardag zeggen van... Ja, wacht, ik sprak laatst iemand die... En dan... Hè, de sales en marketing zie je ook, proposities liggen dicht bij elkaar. Dat ligt nauw met elkaar verband. Ha, Kees. Dames en heren, het wordt gewoon echt tijd om hier een eind aan te breiden. En deze meneer die, die wil gewoon niet. Ik ga filmen. gewoon door, hoor. Dus ik haal, hem, uh, ik haal hem van het podium af. En uh, dan mag je iedereen nog goed weekend wensen. Goed weekend allemaal. <laughs> Oké, okay, goed weekend, bedankt voor jullie komst en uh, wellicht tot ziens. Hoi hoi.